Leuk feitje, we kunnen hem hier niet vinden, die auto. Omdat het is echt een hele bijzondere uitvoering. Eigenlijk van deze Volkswagen T1, het type 1, waar je dan eigenlijk het type 2 heet, Samba bus, is er ook een versie gemaakt waarmee je door de Alpen kon rijden. En in de Alpen wil je natuurlijk ook omhoog kunnen kijken. Had die bus ook in het dak de raam. En als we even tellen, bij deze bus alleen al, deze heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramen. Ik denk niet deze dubbel telt en dan... Twee kansen natuurlijk, dat is alweer 12, 13, 14, 15. En dan zie je in het dak ook nog ramen. Dan kom je tot 23 ramen voor zo'n bus. Dat is meer ramen kun je volgens mij niet krijgen in zeg maar, een normaal voertuig. Ja, touringcars en zo daar gelaten. Dat is de meest bijzondere auto. Als je daar een van uit de schuur trekt, dan heb je de jackpot. Want die zijn heel zeldzaam en daarmee dus kostbaar. Dit gaat ook echt mooi in. Ander feitje nummer 2 dan, hè. Veel verschillende carrosserievarianten. We zien er al twee achter. Dit is echt de pick-up met gewoon zoveel mogelijk laadruimte. Maar daarachter dubbele cabine en dan nog weer de pick-up. Hier hebben we ook weer dubbele cabines. Een versie die ik in Nederland natuurlijk ook al veel ziet, maar ook nog wel een laadbak. Daar, kijk, dan hebben we hier wat anders. Alleen maar ramen. En die was in Duitsland dan ook wel als combi. En dan kon je wel de banken eruit halen. Kon je dus wel weer allerlei bagage en zo meenemen. En dan hebben we ook nog de campers. Dus die daar dan een. We hebben nog een Lotaco. Dus een shared taxi. Die was dan voor in Brazilië. Met 6 deuren. Die allemaal naar voren. Front hinge. Dus de scharnieren voor zeg maar. Ze gingen allemaal naar voren ook. Die Samba bus. Dus met heel veel ramen. Hele exclusieve versie. Dan hebben we ook nog de Adventure Wagon Camping Van. Dat is een beetje dit achter, maar dan als camper. Ja, dus synchro, vierwielaandrijving of 4Motion en dan wat hoger. Zo zijn er nog wel tig andere varianten. Maar dat zijn zeg maar een beetje de smaken die we hebben. Eigenlijk best wel veel keuze. Dat is ook logisch, want hij werd voor heel veel dingen ingezet. Feitelijk klopt de nummering van de Volkswagen bussen niet, hè? Want dit zou de T1 moeten heten. En we tellen door tot T6 inmiddels. Maar eigenlijk is de Volkswagen Kever, dat was type 1. En de Volkswagen bus is het type 2. Weet je dat ook? Hier zie je die boelie rebranding. Zet nu echt op de moderne T6 en zit dat dan op de zijkant. Weet je dat ook weer, hè? Weet je gewoon weer. T3 heeft iets gemeen met de Alfa 145 en de Alfa 146. Nou, zie ik jullie denken, wat dan? Alfa 145, 146 was voor de facelift leverbaar met een boxermotor. Eigenlijk alleen maar met een boxermotor. Na de facelift kregen die lijnmotoren. Dat is ook met de T3 gebeurd. Ook begonnen met boxermotoren en uiteindelijk ook wat lijnmotoren leverbaar geworden. Er zijn niet zo heel veel auto's in de wereld waarbij die twee type motoren leverbaar zijn geweest. Misschien wel het leukste feit rondom die Volkswagen bus is dat het een Nederlandse uitvinding is. De importeur van Volkswagen destijds, Ben Pont, automobielhandel is daar natuurlijk naar vernoemd, die zag een transportwagen in de Volkswagen fabriek. En dat was motor achteraan, daar zat ook de chauffeur en daarmee hadden ze gewoon een platte laadbodem. En dat bracht hem op het idee van, als ze daar nou een bestelbus van maken. Wel die motor achteraan, maar uiteindelijk wel voorgezitten. Hij maakte daar mooie schetsjes van in 1947 al. Maar Volkswagen was toen heel druk met bouwen van de kevers. Ze kwamen net naar de oorlog. Dus het heeft tot 1949 geduurd voordat ze daar echt mee aan de gang gingen. Het grappige was, is dat ze die auto vervolgens in de windtunnel hebben gezet. En daar nog wat dingen aan hebben aangepast. En deze bus is dus in principe gestroomlijnder dan een Volkswagen Kever. Dus wat de windtunnel en een beetje aerodynamica voor je kan doen. Het grappige met de T2 is dat die enorm lang gebouwd is. Hè? In Europa tot 1979. Maar in Zuid-Amerika tot 2013 is deze bus gebouwd. En het begon natuurlijk als een luchtkoeler. Maar op een gegeven moment is ook een watergekoelde motor gewoon ingebouwd. En we hebben ze ook dan met een soort kunststof extra front hierin. Dus het werd wel minder mooi. Maar het is echt enorm lang doorgebouwd. En uiteindelijk veiligheidseisen, daaraan konden ze niet meer voldoen. En toen is de productie gestopt. Naast mij de Volkswagen bus, de T3, weer een nieuwe generatie. Aantal dingen. Eerste is,
Dit is de auto, de laatste auto die Volkswagen uitbracht met een luchtgekoelde boxermotor, een luchtgekoelde motor überhaupt. Dus dit is eigenlijk ja, de laatste der Mohicanen. Net zoals bij Porsche dat de 993 heel gewild is. Dus nee, nou, dit is niet per se heel gewild. Maar goed, is wel een feit. Ander leuk feit over de T3. Kennen jullie de Datsun 240Z? Dat is die sportauto, ziet er heel gestroomlijnd uit. CW-waarde van deze bus is beter dan van een Datsun 240Z. Lang leven, de windtunnel en de wetenschap. Je ziet ze hier niet eens zo heel veel, maar het schijnt dat van de T2 van de campers is 20% is lichtblauw. Nou vind ik deze lichtblauw misschien een beetje fel. Ik weet dus niet zeker of dit officiële kleur is. Maar wel is het zo, 20% van die T2 campers die was lichtblauw. Hele populaire kleur. Dit is er overigens geen, maar ja, ik wil het gewoon even melden, want wat gaaf is aan die T3. Porsche heeft daar een eigen versie van gemaakt. Ze kozen een natuurlijk eentje met synchro's, met vierwielaandrijving. En daar pakten ze de 3,2 liter boxermotor uit de 911 destijds. Remmen van de 944. En de B32 was geboren. En het mooie is, ik ken iemand die iedereen heeft. Ik denk toch dat we gewoon even binnenkort een rondje moeten doen. Even kijken of we dat voor elkaar krijgen. Dit waren even de leuke feitjes vanaf het Bully Festival. Mooi festival met iets van 20.000 bezoekers. Heel veel verschillende boelies. Nou, jullie hebben heel veel verschillende auto's langs gekomen. Het is lekker weer, het is warm. Dus we gaan zo even een klein drankje doen. Maar dankjewel voor het kijken.